Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, alles leek nu te draaien om die Engelse variant van het virus, die wel besmettelijker lijkt, maar niet virulenter. Maar de piek in de Londense ziekenhuizen correleert precies met kerstmis. En de bezetting van de IC's in Londen is lager dan in januari vorig jaar. En bovendien daalt het aantal positieve PCR-tests en het aantal IC-bedden dat bezet is nu ontzettend snel daar. Het probleem lijkt voornamelijk te komen doordat Engelse verpleegkundigen minder inzetbaar zijn, doordat ze bij een positieve PCR-test verplicht thuis moeten blijven, waardoor de arbeidsproductiviteit juist daalt. En heeft u deze overwegingen nu meegenomen bij het advies om een avondklok op te leggen? Want de R-waarde lijkt in ieder geval daar verkeerd ingeschat. Dank u wel. Van Dissel. Nou ja, dat is uw mening. Ik kan zeggen dat wij natuurlijk contact hebben met onze Engelse collega's en die hebben een andere mening. Dat is het enige wat ik daarvan kan zeggen. En ik wil u ook herinneren aan het feit dat het niet alleen Engeland is. Hè. Het is ook Ierland, het is ook Portugal, het is ook Spanje. En daar krijgen we exact dezelfde berichten terug. En ook in Portugal is het nou niet zo dat de ziekenhuizen alleen maar lege bedden hebben. Dus ik denk echt dat u, ik weet niet precies waar u informatie vandaan haalt, maar als wij dat bij Public Health England informeren, dan krijgen we in ieder geval andere informatie dan u nu geeft. Dank u wel. Afrondend, de heer Van Hagen. Ja, dat verbaast me. Misschien een vervolgvraag. Klopt het dat die collega die u dan consulteert, dat pessimistische Britse epidemioloog Neil Ferguson is, en dat die R-waarde heeft gebruikt? Want zijn schattingen zijn namelijk altijd vrij pessimistisch en hij gaat altijd uit van het ergste scenario, waardoor die R-waarde, als we die overnemen, vrij negatief is. En als we dan dezelfde fout maken, hij heeft bijvoorbeeld een keer gesteld dat er 500.000 doden zouden vallen in het Verenigd Koninkrijk als we niet allerlei maatregelen zouden nemen. En dat is, elke keer zijn schattingen nogal negatief gebleken. Dus maken we dan niet dezelfde pessimistische fout? Dank u wel, de heer Van Dissel. Nou, kijk, hier heeft u een punt. Kijk, wij kijken natuurlijk ook kritisch naar wat men doet. Hè? En als men bijvoorbeeld in Engeland een wat andere generatietijd aanhoudt voor het virus, dan kom je automatisch uit op andere reproductiegetallen. Domweg omdat de tijd, hè, dat een simpele aritmiek. Dus daar houden wij natuurlijk rekening mee. Dus het is niet zo dat we een stuk openslaan en de getallen overschrijven en in onze modellen stoppen. Hè? Er wordt natuurlijk gekeken wat er precies gebeurt. En u heeft gelijk dat de modellering van Engeland anders werkt, omdat ze bepaalde waarden anders aannemen. Dat betekent dus ook dat als daar een R-waarde uitkomt, je die R-waarde voor de duidelijkheid niet direct één op één op de Nederlandse situatie kan leggen. Die is anders in Nederland. En daar houden wij rekening mee. Dus en voor de duidelijkheid, de persoon die ik gebeld had, was niet Neil Ferguson in dit geval. Dus als u dat geruststelt, dan... Ook niet, oké. Goed,